zat gisteren naar Umberto te kijken, maar dat duurt ook best lang. Maar die hebben ook heel veel mensen. Jeetje, Mina, hup, ging weer naar de reclame. Komt weer iemand voorbij, hup, ja. Weer naar de reclame. Ja, ja, dan merk je pas, wij merken dat hier ook wel, maar op een andere manier, hoe irritant het is als je dan steeds onderbroken wordt door niet eventjes 2-3 minuten reclame. Maar nee. van die lappen, het is bijna 10 minuten, man, ja. Soms. Maar het is echt ook zo'n marathon-uitzending. Ik weet niet hoe lang dat duurt. Maar ik dacht, dat duurt dat lang allemaal. Ik dacht dat wij zo lang waren. Daar staat trouwens Umberto ook te vertellen over Prins Bernhard Junior. Die had hij zelf gebeld. Nou, nee. hij was een beetje... Was hij dat? Ja, toch? Of niet? Was hij dat niet, dat hij zelf gebeld had? Hoe vaak heeft hij dat gezegd, dat hij hem zelf gebeld had? Dat hij hem aan de lijn had gehad? Ja. Heeft hij dat gezegd? Hij was een beetje de advocaat van Prins Bernhard. zo stelde hij zich op, hè? Maar hij had hem zelf gebeld, toch? Of niet? Nou, het leuke was, hij zei... Ik heb hem zelf gebeld. Toen ging het gesprek gewoon verder. Ja, zei hij niemand gaf enige sjoegen. En toen zei hij... hallo, willen jullie niet horen dat ik hem zelf gebeld heb? Of, ja. Dat vond ik wel leuk, vond ik dat. Maar ik vind het ook niet een taak van een gespreksleider bij een talkshow... om dat soort dingen te doen en dan dat als verdediging aan te dragen. Kijk, die jongen van dat Chef Special, heet dat geloof ik... die zat daar zijn verhaal te doen en die voelde zich... ja, onheus behandeld door die Prins Bernhard. En als ik die Prins Bernhard zie, dan krijg ik altijd al braakneigingen. Maar vind je de Siewert van Linden van deze week op die manier... met zo'n actie of juist niet? Wat zeg je? Vind je het een beetje de Siewert van Linden van deze week? Vraagt Jan Verschuren zich af. Nou ja, kijk, om me nou binnen een oplichter te noemen... maar hij is natuurlijk wel louche met al die panden in Amsterdam. En ik zit echt te wachten. De woningnood is zeer nijpend in dit land. Hè. Kijk, mensen met een modaal inkomen, kinderen daarvan... die kunnen geen huis kopen. Dat is totaal onmogelijk. We krijgen weer de toestand uit de jaren 50... dat kinderen trouwen en bij de ouders in gaan wonen dadelijk. Maar mensen die man van die politieke partij... die uit de VVD gezet is... Super van Haga. Precies, ook zo'n huisjesmelk. 40 miljoen had met heel veel panden. En die Prins Bernhard ook. En daar zou een wet voor moeten komen. Als je een huis koopt, moet je erin wonen. Dan sluit je meteen al die huisjesmelkers buiten. Want het is toch te gek voor woorden, als je dus poen hebt... dan koop je een hele straat en dan kun je qua huur vragen wat je wil. En zo worden ze rijk. Ja, dit een doet het natuurlijk om een pensioen te bouwen. Maar dit zijn wel heel veel huizen, bedoel je, ja. Toch? Of niet? Dit gaat wel over heel veel. Kijk, en als iemand een tweede huisje heeft, dan gun ik iedereen van harte, hoor. Maar er moeten wel eens regels komen dat niet mensen... tientallen huizen, honderden huizen kunnen hebben... en daar de poen van hun zak steken. En ik vind het helemaal... ongepast dat iemand van het Koninklijk Huis dat doet. Weet je wel, want ja, nou ja, zijn opa was natuurlijk nog erger. Die heeft alles gedaan wat God verboden heeft. Maar ik dacht dat ze daar misschien van geleerd hadden, maar... Maar zo'n situatie, de jongen Nolet heet die volgens mij van Chef Special... Die zei ook het volgende. Een mail namens Prins Bernhard of Chef Special... zou willen komen spelen op de Formule 1. Leuk, en daar hadden ze dan precies... Kijk, 70.000 mensen, bezoekers... keer grootste event van de decade, keer heel veel pandjes in Amsterdam, is 0 euro. Ze hadden precies 0 euro voor Chef Special. Oké, wel een paar VIP-tickets misschien. Voor op het dek konden we Formule 1 kijken. Who cares? En weet je, I don't care. En ik wil ook niet de Formule 1 bashen. It's superleuk. Heel veel plezier daar. I don't care. Maar het zegt iets over hoe er naar muzikanten wordt gekeken. Ja. Kruideniers. Nou, vond ik dat hij het ook wel een beetje ervan profiteerde. Nou, hij legde later uit dat het meer om de hele sector gaat. Precies, dat dan had hij door mensen... waarschijnlijk, dan had hij berichten gehoord... had hij wel een beetje een showtje ervan maken. Hij vond het heerlijk, want hij had belasting en publiciteit. Maar de situatie in die hele amusementswereld, die is verschrikkelijk. Op zich vind ik het journalistiek wel sterk dat je wel belt met Bernhard, hoor, trouwens. Want je moet wel even weten het weerwoord hoe het dan zit. Alleen, die heeft zich zijn excuus aangeboden en die heeft gezegd... die brief had nooit gestuurd. Ja, maar hij had geen weerwoord dus. Nou ja, hij heeft gezegd, hij wilde wel met die jongen in gesprek. Ja, nee, hij wou zijn excuus aanbieden, want hij heeft al op social media gekeken. Werd hij natuurlijk weer afgemaakt. Ja, en dan zegt hij tegen zijn presentator, ik wil wel mijn excuus maken, maar hij had geen argument. Waarom, als je zo rijk bent en zoveel geïnvesteerd heeft... en zoveel subsidie hebt gehad om dat hele circuit weer op te kalfateren... waarom moet een bandje, wat 2000 euro kost, daar gratis gaan spelen voor jou dan? Chef Special is wel goed op zich, hoor. Die zullen misschien ietsje duurder zijn. Maar het zit wel in de koninklijke familie om de excuses aan te bieden. Nou, we gaan niet meer laten zien, toch? Niet meer doen, hè? Nee, gewoon weer stoppen nu. Het is klaar. Mensen weten gewoon wat ik bedoel, hè? Moeten we niet meer te laten zien. Nee, niet meer doen.
Nee, maar je moet, als je toch artiesten uitnodigt, moet je toch een potje maken, joh, voor die mensen. Ja. Maak je gewoon een potje en dan... Nou, dat meisje uit Rotterdam heeft nu het wel Davina goed. Davina Michel, die heeft gezegd ja, alleen... Ja, dat vind ik trouwens een hele goede zangeres. Ja. Niet mijn genre, maar die kan echt goed zingen. En die heeft zich heel goed opgesteld. Die gaat dan niet zingen als de andere artiesten niet betaald worden. Nee. Keurig. Goed geschreven allemaal. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Inside-app.